première's op dit festival. We hebben al een aantal gehad, we hebben al een aantal Vlaamse films gehad. Dit is opnieuw een Vlaamse film, een steengoede Vlaamse film, een zeer sterk aangrijpend drama, een beetje een sociale film, maar laat u dat zeker even onder de indruk zal zijn van de acteerprestaties, met name van Annemone Valken en van Wim Willaar, de hoofdrolspelers. Ik vraag hen nu om al bij mij te komen, samen uiteraard met de regisseur Peter Monsaert. Het is een heel indrukwekkende film. Is er iets dat jij kan zeggen of dat je zou willen vertellen aan de toeschouwers voor ze de film gezien hebben, als dat mogelijk is? Nee. Nice try. Annemone, het is een fantastische rol. Het is een fantastisch belangrijke rol in die film die je hebt. Het is een film die uiteraard mensen zullen zien gedragen wordt door de tolken. Maar dan is het befaamde rapfeestje daar en dan drinkt iets samen met de crew en de cast en dan kunnen we dat loslaten. Maar ik moet zeggen, 2 weken en een half geleden hebben wij ook die film gezien. En dan moest ik weer 3 dagen afstand nemen van die rol, want dat was helemaal terug in mij gekomen. Dus het is wel iets dat mij altijd gaat bijblijven. Dankjewel, en de toeschouwers zullen dat zeker begrijpen. Ja, Wim, je hebt ook altijd iets te vertellen over de film. Je hebt ook altijd... onzeker dat ik ging overkomen en dat ik ging zorgen voor een grap en een grauw. Voilà. Dat was dat. Het is allemaal een functie van een film, in plaats van gewoon je muziek in alle vrijheid te maken. Hoe was dat die discipline, of was dat een meevaller om... zo voor een film, specifiek om filmmuziek te schrijven? Die discipline was onze vrijheid, omdat het een hele andere manier was om muziek te maken voor ons. Omdat wij ervoor vooral liedjes maakten, die binnen de 3 minuten tot 7 minuten zich afspelen met strofen en refrein en zo verder. En nu, ja, diende die muziek, stond die ten dienste van. Thank you.